Hou klaar voor de start af, zeg ik. En weg is hij, koersdirecteur en voormalig schaatskampioen Mark Tuitort. Hij laat ons vandaag zien wat de Amstel Rally Challenge inhoudt. Even warm rijden hoor. Dit is de start van de Kouwberg natuurlijk. We gaan niet eens helemaal tot de top, net onder de top. Op het steilste stuk, daar ligt net voorbij de finish. Dus het wordt in het donker, de Kouwberg wordt verlicht. Er komt hier muziek, eten, het wordt echt een spektakel. Een spektakel dus op de Kouwberg. Tuitort is Olympisch kampioen op de schaats. Maar kan hij het ook op de fiets? Ja, het geheim, je moet gewoon gas blijven geven. Nooit stoppen. En dat geldt ook voor vanavond in zijn man-tegen-man gevecht tegen Michael Bogert. De winnaar van de goldrace in 99. Wie zijn er eigenlijk sneller? Schaatsers of wielrenner? Ja, schaatsers. Ja, dit is kort en krachtig. En ik denk dat schaatsers er heel erg goed in zijn. Nou, hier de bocht om. Zie je zo meteen de finish. Nou, hier, als er nog energie in de tank zit, moet het er hier uit. En hier ga ik al ademen. Nog even aanzetten tot de streep. Een pittige wedstrijd wordt de eerste editie van de Amstel Radler Challenge op de Kouwberg. Doet de kloppen tijd? Met een goede eindsprint? Ja. Wat denk je? Ik denk dat dit 1.30 was zo'n beetje. 1.33.7. Nou, dat valt me niet tegen. Tevreden? Ja, dit was op reserve nog. Dus, Vanavond gaat hij nog sneller. Ja, hij gaat veel sneller nog. Let maar op. Gaan wij gek doen. Zeker. Succes. Dankjewel.